vrolijk kerstfeest voor iedereen. En juist vandaag jouw wekelijkse dosis anti-food waste. Kerstmis is bij uitstek een tijd van voedselverspilling. En daarom ga ik nu uitsluitend koken met producten uit het kerstpakket. Vandaag gaan we dus uitsluitend koken met producten uit het kerstpakket. Want ondanks dat er soms wat tussen zit waar je wel wat mee kan, zoals pinda's, Belgische wafels, zit er altijd wel iets tussen waar je gewoon absoluut niks mee kan. Zoals bijvoorbeeld deze appelvlierbessensap. Met deze producten ga ik een nagerecht maken. We gaan beginnen met het maken van de stroop van de appel- en vlierbessensap. Samen met de geleisuiker die ik nodig had voor de pruimentip, een goed aantal maanden terug. We doen het sap in de pan. Dit brengen we aan de kook en we doen er zo'n 3 eetlepels suiker bij. Dit laten we gewoon staan en we gaan nu taartjes maken van de wafel, de pinda's en de schuimpjes. Wat we gaan doen is eigenlijk vrij eenvoudig. We pakken een vormpje en we beginnen met de wafel. En hiervan nemen we de helft ongeveer. En dit maken we een beetje, verfrommelen we zoals dit. En dat doen we in het vormpje en dat drukken we hard aan. Zoals dit. Nu doen we hier bovenop een laag pinda's. En deze snij ik even voor het gemak wat kleiner. Zodat ze kleiner worden. En dat er iets meer olie vrij komt. Zodat ze ook aan elkaar blijven plakken. Dit is het resultaat. Dit doen we in ons vormpje. We drukken het heel even goed aan. En voilà. Wat de rest zijn de schuimpjes. Deze vermalen we met de hand tot poeder. En deze doen we bovenop het vormpje. We zorgen dat je de pinda's niet meer ziet. En dan halen we het vormpje er vanaf. Voilà. Kijk eens aan, een wafelpinda. En dit doen we nog een keer. Nu mijn nachtmerrie op alle verjaardagspartijen. Hartige sticks. Dat is niet mijn favoriet. En dan gaan we met mes doorheen, want het gaan kleine brokken worden. Die als crunch op het dessert komen. Dit dus. Wat rest is alles alleen nog om een bordje te doen. Hey, voilà! Super makkelijk, super simpel. Koken uit je kerstpakket. Ik heb een dessert gemaakt van producten die we anders niet zouden gebruiken. En producten waarvan we toch wel wat hadden en het iets over was. En heb jij nou ook een geweldige tip om het kerstmis minder voedsel te verspillen? Deel deze via onze Facebookpagina. Ik ga hier lekker van smikkelen. En ja, ik zie jullie weer in het volgende jaar. En tot die tijd, watch your waste. Doei!